Lezen is belangrijk, des te meer als de verhalen uit de eigen Surinaamse geschiedenis afstammen. Het Anansi-verhaal is al generaties in de Surinaamse samenleving en moest eindelijk vastgelegd worden. Tegen deze achtergrond is door Iwan Kudogum in samenwerking met de Stichting Federatie instellingen bijzonder onderwijs in Suriname gewerkt aan het verhaal en de serie Anansi de Spin. Het eerste exemplaar werd vanmorgen overhandigd aan minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De boeken zullen worden verstrekt aan verschillende scholen, waardoor de informatie zal kunnen worden geïntegreerd in het onderwijs. De TV-serie zal ook bijdragen aan het vergroten van de kennis over geschiedenis onder de huidige en komende generaties. Dit staat in lijn met de doelen gesteld door het ministerie. Volgens Kudogum is besloten het boek uit te geven vanuit de geschiedenis van Anansi. Want hoe mooi is het om dat verder over te dragen naar de nieuwe generatie. En dat was ook onze droom, hè, als Stichting Toekomstweg, om dat te kunnen doen. En het is ons gelukt met onze partners om samen te werken om dat zo, te doen. Dus we zijn erg blij en trots dat we dit samen met onze partners mogen doen. En we kijken uit naar fantastische, geweldige toekomst samen, want dit is eigenlijk het begin. Want Anansi is er nu om te blijven in de klas. Want wie niet groot of sterk is, moet slim zijn. En onze kinderen zijn slim en hierdoor worden ze nog slimmer op een leuke manier. De bewindsman is ervan overtuigd dat de scholen profijt zullen hebben uit het boek. Na ontvangst las minister Ory een deel voor aan enkele kinderen. Ik bepaal wanneer ik mijn tanden in je zet. Spring op mijn rug, dan ben ik je naar de koning. Daarna eet ik jou. De Anansi-serie zal te zien zijn via de ATV-zenders.